Nou, het Stadslab Mariehoeven zijn we eigenlijk vlak voor corona begonnen. We wilden heel graag samen met het stadsdeel, met bewoners uit de wijk en met allerlei professionals en natuurlijk daar zo op school kijken hoe we echt dat samenwerken in die wijk anders konden vormgeven. Bij het ontstaan van Stadslab Mariehoeven kwamen er eigenlijk verschillende ideeën en gedachten bij elkaar. Zoals ik als community builder kwam een aantal zaken in de wijk tegen, had andere ervaringen elders waardoor ze wisten, een andere manier van samenwerken brengt mensen veel beter bij elkaar, zoals een stadslab. En de Haagse Hogeschool was tegelijk ook bezig met het kijken van ja, waar kunnen we nou aan de slag met stadslabs? Die hadden goede ervaringen bijvoorbeeld in Duindorp en die wilden ook op andere plekken dat op die manier eigenlijk gaan werken. Het Stadslab Duindorp, dat is al een tijdje geleden opgericht. Wat ze daar gedaan hebben is door middel van burgerpanels, met bewoners in gesprek gaan over thematieken die belangrijk zijn in de wijk. Daar zijn toen 3 thematieken uitgekomen. Thema 1 was wonen. Het tweede gaat over gunnen en vergunnen en dat had te maken met het typisch Duindorps karakter wat de wijk heeft. En het derde gaat over veiligheidsgevoel. En dat komt voort uit problemen die te maken hebben met hangjongeren die soms overlast veroorzaken. En uiteindelijk is het huidige stadslab een doorstart van het derde thema, dus veiligheidsgevoel. En dan gericht op kwetsbare jongeren in de wijk. Om te kijken of we met een aanpak kunnen komen om iets positiefs voor de jongeren te betekenen. Wat belangrijk is om een stadslab te beginnen zijn een aantal dingen. Het eerste ding is dat je goed moet kijken welk probleem je kiest. Niet alle problemen zijn geschikt voor een stadslab. Stadslabs werken het beste op het moment dat het complexe problemen zijn, waarbij je verschillende perspectieven op die problemen hebt. Maar het vergt ook wat van de onderzoeker, hè? Want de onderzoekers, ook zoals ik, zijn van nature gewend om in hun ivoren toren te zitten. En voor stadslabprojecten is het belangrijk om uit je ivoren toren te komen en de wijk in te gaan. Dus je moet als onderzoeker ook met een open blik gaan, omdat je de complexiteit van het probleem moet gaan begrijpen. Dat kun je alleen doen als je ook in de wijk bent. Waar je altijd mee begint, is een gedeelde missie. Wij zijn hier vandaag in de New Farm en daar hebben wij onze derde workshop in een reeks van 3 workshops. En nu deze derde workshop gaat over netwerken en communicatie. Hoe werf je vrijwilligers, hoe behoud je ze dan, hoe schrijf je een goed marketingplan. Dat zijn vragen die vandaag beantwoord worden bij de derde workshop. Op dit moment is een stadslab een hippe term, dus het wordt veel gebruikt. En het is niet noodzakelijkerwijs voor alles een oplossing. Dus je moet goed van tevoren nadenken, is deze manier van werken, deze manier van samenwerken ook de vorm waarin je tot een oplossing kan komen. Wat ik fijn vond is tijdens onze stadslab sessies is dat je als initiatief voelt dat je heel erg gesteund wordt. Dat is een heel belangrijk iets door je eigen stadsdeel. Maar dat er ook anderen zijn die tegen dezelfde dingen aanlopen. Zoals wij toen bij Vliethagen mochten komen kijken, daar leer je van een ander initiatief met betrekking tot de bulksubsidie. Dat was heel interessant. Zij konden wel huur krijgen voor hun pand, maar wel met een bepaalde constructie. Maar daardoor leert zowel je stadsdeel als wij zelf dat er toch meer mogelijk is dan dat je soms denkt. Ja, er zijn meer die gewoon durven te vechten voor wat zij vinden wat goed is voor hun stad. En ja, dat vind ik leuk om te zien. Dat heb je ook nodig als je initiatief neemt. Dat je kan optrekken ook aan andere voorbeelden. Wat ik met name aan deze bijeenkomst en deze workshops heel waardevol heb gevonden en vind, is dat alle verschillende partijen die onderdeel zouden moeten zijn van de stadslab ook aanwezig zijn en deelnamen en nemen aan de workshops. Nou, van studenten tot professionals, tot gemeenteambtenaar, tot bewoners en initiatiefnemers. Allemaal zijn ze onderdeel van deze workshops geweest. En ik heb dat als buitengewoon waardevol en inspirerend ervaren. En ik denk dat dat ook wel een van de successen van een stadslab zijn. Als je die partijen bij elkaar kan brengen en aan tafel kan krijgen. Ja, wat ik zou willen meegeven zijn eigenlijk de belangrijkste regels van participatie. Regel 1 is betrek alle stakeholders vanaf het begin. En regel 2 is dat je opvolging moet geven aan wat mensen inbrengen. En dus op het moment dat er dingen uitkomen, moet je ook zorgen dat daar iets mee gedaan wordt. Anders sla je een participatieproces dood. En een derde is, participatie is niet uw vraag, wij draaien. Je hoeft niet altijd 1-op-1 over te nemen wat mensen zeggen. Maar zorg dat als je die beslissingen maakt van hoe verder gegaan wordt, dat je dat in dialoog doet met je stakeholders, zodat je een richting kan kiezen die voor iedereen betekenisvol is. Wat ik zou willen meegeven aan mensen die een stadslab zouden willen beginnen is, ga aan de slag.
Haal de partners erbij met wie je aan de slag wil gaan, uit de wijk, onderzoeksinstelling, collega's. En ga het gewoon doen. Wees niet bang dat het misgaat. Ga experimenteren, ga het avontuur aan en kijk waar het eindigt. Ik zou graag mee willen geven, kijk vooral als je een stadslab wil opstarten, wat voor energie aan burgers die heel actief zijn, zijn er al. Ga met hun in gesprek, wat hun behoefte is, waar zij vragen naar hebben. Ga het niet zelf helemaal overregisseren, maar vraag gewoon wat is je behoefte. Pas daar de workshops op aan.